daar zit ze. Elise, bekend van al die liedjes en van de show So You Think You Can Dance. Wat een ingewikkelde titel is dat. Hoe vaak struikel je daarover in het programma? Dat valt wel mee. Ik roep altijd So You Think You Can Dance. Ja, so dus ik altijd het accent op de think. Ja, okay. En dat gaat altijd wel lekker. Ja. Hey, ik vind het heel leuk dat je te gast bent bij het Weekjournaal. Maar je zei net tegen mij dat jij het ook wel bijzonder vond. Want... Ja, want ik keek vroeger altijd naar het Schot van Weekjournaal en naar Nieuws uit de Natuur. Er was toen nog Nieuws uit de Natuur met Carmen en het Schot van Weekjournaal met echt de periode die ik me heel goed kan herinneren. Met voor kinderen die nu kijken, met Bas, heel lang geleden. Bas Westerwil, ja. En dan mochten groep 7 en 8, ik zat op de Brandsmaarschool in Bussum, die mochten dan naar de hal en er stond de televisie en dan gingen we met z'n allen kijken. En dat was echt het moment van de dag. Iedereen zat zich daar altijd op te verheugen. Van yes, lekker Schot van Weekjournaal. Maar inmiddels kijkt iedereen naar jou. Ja. Ben jij natuurlijk de beroemdheid. Ja. En ga je zelfs de hele wereld over voor je muziek. Vertel even, hoe zit dat? Nou, ik heb met Lovesick, dus niet mijn single nu had staf, maar Lovesick, de single daarvoor, heb ik een 6 weken lange nummer 1 hit gehad in Bulgarije. En verder ben ik in Polen geweest, in Frankrijk, in België, in Duitsland. Nou, muziek wordt ook uitgebracht in Japan. Ik heb thuis een Japans album ook. Dus ik ben er nog niet CD? Geweest, maar ik heb inderdaad een album met allemaal Japanse... Is jouw naam in het Japans? Volgens mij mijn naam niet. Misschien op de zijkant, maar ik heb dat niet heel goed bekeken. En misschien staat hij er wel, maar dan kan ik hem natuurlijk niet vertalen. Maar in Japan kennen ze jouw muziek en jouw foto dus? Ja. Ik heb thuis een Japans album. En in Amerika ben ik dan met een paar singles uitgekomen in echt in het dance circuit. Dus daar heb ik ook thuis grote platen van en singles. En verder uitgebracht in Nieuw-Zeeland. Echt, Australië, over de hele wereld. Canada, Hoe is het om, als je in Polen komt, waar ze dan ook je liedje kennen, hoe is het? Dan land je daar en dan word je toegejuicht? Ja, dan land ik daar en dan ga ik meestal eerst naar een hotel. Dus dan gaan we eerst al spullen wegzetten. En dan, hoe het is gegaan in het verleden, dan gingen we naar het evenement waar het was. En meestal zijn dat wel hele grote dingen waarvoor ze je dan over laten komen. Dus ga je optreden? Grote optredens, ja. En dan de laatste keer was het een heel groot openluchtconcert. Met echt 100.000 mensen, geloof ik. En dat is echt heel bijzonder. Een soort van, vallei met allemaal mensen en heuvels. En iedereen zat lekker op die heuvels te luisteren. En ze gingen ook helemaal uit hun dak. Dus dat was echt super cool. Ja, hoe voelt het als je voor zoveel mensen staat? Dat lijkt me ook wel eng eigenlijk. Heel bizar. Ja, ik heb het in Nederland ook 2 keer gedaan op Museumplein. Met in Amsterdam Koninginnedag. Is dat een heel groot plein, ja. Ja, voor Radio 538. Die hebben dan zo'n heel groot evenement op Museumplein. En er staan altijd 200.000 man. Dus ja, ik was het wel een klein beetje gewend. Maar je went er nooit echt helemaal aan. Omdat het gewoon zo massaal is. En zoveel mensen. Oké. Ja. Ja, leuk. Hey, volgende week kunnen we jou weer bekijken in So You Think You Can Dance. So You Think You Can Dance. Okay. elke donderdagavond om 20:30 op RTL 5. En dat wordt heel spannend. Want we hebben nu nog maar 10 dansers over. Nou, we gaan kijken. Dankjewel, Elise, dat je hier was. Ja. Oké, succes. Ja, bedankt. Oké.